lijkt me heel leuk, maar niet echt verstandig. Lijkt me heel leuk, maar niet echt verstandig. Ik kan er helemaal niks mee. Ik wil in mijn leven alleen nog maar dingen doen die ik leuk vind. Interesseert me geen reet of ze verstandig zijn. Als er straks vlak voor mijn dood nog zo'n filmpje van mijn leven aan me voorbij flitst, dan zie ik mezelf in dat filmpje nog liefst terwijl ik uit een vliegtuig spring. Dan zie ik mezelf in dat filmpje nog liefst zonder helm op een Harley dwars door Mexico jakkeren. Dan zie ik mezelf in dat filmpje nog liefst op een snowboard met 60 km per uur van een berg afkletteren. Dan zie ik mezelf in dat filmpje nog liefst tijdens mijn nachtelijke onveilige pornoavonturen met die Tsjechische stewardess. Leven is als geld. Je kan ermee doen wat je wil, maar je kunt er maar één keer uitgeven. En als er straks, vlak voor mijn dood, nog zo'n filmpje van mijn leven aan me voorbij flitst, dan denk ik niet dat ik mezelf in dat filmpje nog in de file zie staan, de tuin zie aanharken of nog een keer extra rauwkost zie opscheppen. Goedenavond, Bergen op Zoom. Leuk dat jullie er vanavond allemaal zijn. Omdat het vanavond wordt opgenomen voor tv, wil ik speciaal aan jullie vragen. Willen jullie vanavond 100% eerlijk zijn tegen mij? Ja. Wie kijkt wel eens porno? Ja. Nou, weg op Zoom. 60% van de mannen zou nu met zijn handje omhoog moeten zitten, want 60% van de mannen kijkt wel eens porno. 50% van de vrouwen kijkt wel eens porno. Het merendeel wel tijdens het betrappen van een man. Oh, sorry, maar toch, ze kijken. Een man denkt gemiddeld 80 keer per dag aan seks. Laatst had ik een dag, dacht ik 160 keer aan seks. Had ik de dag erop lekker een dagje vrij. Maar nee, we moeten vandaag lekker relaxed in de zaal zitten. Wie is er onder de 16? Zijn er mensen onder de 16? Ja. Hoe heet jij? Hoe? Luc. Luc, hoe oud ben jij? 11. Je gaat vanavond heel veel nieuwe woordjes leren, Luc. Zijn dat je ouders? Moeder? Ja. Snap het wel. Kaartje van Guido was goedkoper dan een oppas. Maar, nee, Luc, leuk dat je er bent, maar ik wil je even waarschuwen. De voorstelling is officieel voor 16+. En dat heeft niet eens zozeer met de inhoud van de voorstelling te maken, maar dat is vooral dat ik na afloop in de foyer niks strafbaars kan doen. Wie is er boven de 65? Mensen boven de 65? Ja? Daar? Hoe heet u, meneer? Rien. Rien. Leuk, gezellig. Leuk dat u er nog bent. Dat bedoel ik niet verkeerd, dat meen ik oprecht. Dus net voor de pauze kom ik nog bij u terug, dan feliciteer ik u. En dan zal de rest van de zaal balen, waren wij maar alvast 65. Dat komt helemaal goed. Oké, vooraf ook of jullie allemaal je telefoontje uit willen zetten. Simpelweg, ik was laatst bij een collega van mij in de zaal. Een vrouwelijke collega. Ik zal de naam nu niet noemen, maar ze zat er bij de lama's. En een of andere eikel in de zaal had zijn telefoon aan laten staan. Dus halverwege de voorstelling in één keer. En zij pissig, ze springt van het podium af, loopt de zaal. Pof, pak het telefoontje af. Loop terug met het telefoontje richting de piano. Er staan twee glaasjes water op de piano. Goed, maar ik heb nu een nieuwe. Dan weet je in ieder geval waarvoor deze twee units hier staan. Nog even vooraf. Ik ben afgelopen jaar voor de allereerste keer oom geworden. Ja, dat is... Ja. Superleuk. Ik heb heel veel neefjes, maar nu ben ik voor de eerste keer oom van een neefje. Dat vind ik superleuk. Alleen was ik op vakantie toen het werd geboren. Ik zat in het buitenland. En ik kon dus niet meteen op kraamvisite. In het begin baalde ik ervan, maar achteraf ben ik wel blij dat ik niet meteen tegelijk met de rest van de familie daar naartoe hoefde. Ik haat namelijk clichés. En mensen vallen in hun leven vaak terug op clichés. Als ze wanhopig zijn, als ze dingen niet kunnen verklaren, bij geboorte en bij dood. Ik weet het nog van,
van 4 jaar terug. 4 jaar terug werd mijn laatste neefje geboren. Cas. Cas, die wilde zich iets anders noemen, maar dat was een curveuze kindje. En dat is niet echt waar, maar dat vond ik gewoon leuk om te zeggen. Maar in ieder geval, ik sta op kraamvisite en ik hoor mijn tante achter me meteen alle clichés uit de kast trekken die je maar kunt verzinnen. En ze oh, zo klein, hè? Had je hier een soort rokje in die wieg verwacht? Natuurlijk is zo'n ding klein. Oh, precies een opa. Ja, die kwelt ook alles onder. Wat kun je er dan mee doen? Oh, 10 zingetjes, 10 teentjes. Is alles goed gegaan? Alles goed gegaan? 27 uur? Jeetje. Nou ja, je moet maar zo denken, hè. Je krijgt er ook heel veel voor terug. Ik kan er helemaal niks mee. En dan het cliché dat zo'n bevalling bij een vrouw heel erg veel pijn zou doen. Nou, nee. Mannen, neem 1 ding van mij aan. Zo'n bevalling is een hoop show. Ja. Pijn is maar relatief. Dames, wij mannen, wij hebben ook wel eens last van onze maag. Ja. Ja, maar als wij last van onze maag hebben en we zijn in huis aan het klussen, hè, want wij blijven daar wel gewoon doen, en we slaan per ongeluk op onze eigen duim, poef, dan zijn we in 1 klap die hele maagpijn helemaal vergeten. En dan voelen we alleen nog maar die ene grote, kloppende duim. Pijn kun je verleggen. Kunnen vrouwen ook. Dus ik heb een tip, ja? Als jouw beste vriendin aan het bevallen is en jij moet haar bijstaan en zij ligt dan zo, ik heb zo'n pijn, ik heb zo'n pijn, dan moet jij op dat moment haar benen gaan waksen. Ah, plop! Pijn is maar relatief. Oh, echt een wonder, echt een wonder. Hé, hey, baby's krijgen is geen wonder, hè? Een wonder is iets dat bijna nooit voorkomt en wat moeilijk te verklaren is. Nou, de verklaring is gewoon biologie en er zijn op deze wereld al 12 miljard keer baby's geboren. Dus baby's krijgen is geen wonder. Als er iets geen wonder is, is het een baby. Ja, maar wij maken dat zo, het is wel bijzonder, maar wij maken het iets te hip. Tegenwoordig koop je ook niet meer een kinderwagen, nee, Bergen op Zoom. Tegenwoordig koop je een Quinny of een... Bugaboo, inderdaad. Ja. Jij bent ook genaaid. Maar, anders heb je geen kinderen, toch? Maar dit, nou, meneer, een bugaboo, dat is een kinderwagen, maar dan van 1000 euro. 1000 euro voor een kinderwagen. Dan kun je 4 lichtmetalen velgen op je auto laten leggen. Dan doe je er tenminste nog eens nuttigs mee. Maar wij maken dat allemaal hip. En natuurlijk weet je dat bijzonder, dat geloof ik ook wel. Ik vind het ook een vertederend moment als een moeder voor de eerste keer haar kind aan mij geeft. Weet je, dan natuurlijk raakt dat. We moeten eens opletten. Als een moeder dat doet, alle moeders zeggen dan hetzelfde. Als een moeder haar kind aan je geeft, dan zeggen alle moeders zeggen dan van, wil je hem ook even vasthouden? Hier, alsjeblieft. Wel het hoofdje goed ondersteunen. Dat moet je ook echt doen. Ja, dat hoofdje zit er bij een baby in de eerste paar weken echt nog los op. Hè? Dat is echt zo... Ik wist dat niet, ik stond binnen 3 minuten te balanceren in die woonkamer. Zo, ja, dankjewel. Ho, 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 ho. Als zo'n hondje op de hoedenplank. Ik heb wel voor mijn kleine neef, toen ik terugkwam uit het buitenland, heb ik meteen een t-shirtje gekocht met de leuke tekst erop. Vond ik wel origineel. Ja, ik heb ze allemaal gezien bij de prenatal, hoor. I love daddy. Papa is the best. Mama fan. Proud to be. Stout, ja. Je hebt hem. En deze heb ik gekocht. Don't blame me, blame my parents. Ja, dat vind ik wel een mooie, want als mijn broer dan 's nachts een keer om 3 uur in bed hebt moet, omdat die kleine weer eens de hele wieg heeft volgezet, en hij is het helemaal beu, en dan hangt hij boven de wieg, is het nou verdomme afgelopen? En dan leest hij ineens, don't blame me, blame my parents. Oh ja, wij wilden jou hebben, jou valt niks te verwijten, jij kunt er niks aan doen. Wij hebben schuld. Don't blame me, blame my parents. Dat vind ik wel mooi. En Cas is nu 4. En ondankbaar. Ja, afgelopen jaar ben ik voor de eerste keer met Cas naar de Efteling geweest. Ha, dat is leuk, met je kleine neefje naar de Efteling. Niet.
Nee, gewoon niet. Weet je, je doet alles om hem een leuke dag te bezorgen. Dus ik heb suikerspinnen gekocht, pannenkoeken gegeten, ijs gehaald. Ik heb een kwartier lang, heb ik ergens door zo'n muur gestaan met zo'n gat erin. Heb ik bladeren staan te rapen. Alleen maar omdat hij het zo leuk vond klinken. Dank u wel. Ik ben 12 keer, maar echt 12 keer, ben ik in die draaiende potten geweest. En ik, Monsieur Cannibal. Kotsmisselijk werd ik ervan. Kan het deuntje niet meer horen. En om 12:15 kreeg meneer last van zijn voetjes. Nee, ik wil niet meer lopen. Oké, jij bij mij op de rug. Jij geeft last van je voetjes. Ik een dubbele hernia. Maakt niet uit. Als jij maar een leuke dag hebt. En op de terugweg. Nou, kom Cas. We gaan nog even langs opa. Cas, vertel eens tegen opa. Wat hebben we vandaag gedaan? En Cas, opa, we zijn vandaag in de Efteling geweest. En opa zo, zo jongen, dat is leuk. En wat vond je het allerleukste van de dag? Zo. Dat ik op de terugweg voorin mocht zitten. Dat is dus blijkbaar hetgene dat hij voor de rest van zijn leven gaat onthouden. 2 weken later wist hij nog 2 dingen van die dag. 1, dat zijn oom onverwachts tegen hem zei... Wil jij voor in de auto zitten, jongen? En dat we bij de McDonald's zijn geweest. En ik zelf kom nooit bij de McDonald's normaal. Ik eet geen vlees, ik ben vegetariër. Ik wil niet bijdragen aan de zieke bio-industrie in Nederland. Dus ik doe daar niet aan mee. Maar ja, nou goed, met je neefje, je bent naar de Efteling geweest. Leuk, dat hoort erbij. Doe maar. Dus wij komen die McDonald's binnen. Er staat een leuk meisje achter de balie. Wat ik op zich al heel erg vreemd vond, want normaal gesproken werken er bij de McDonald's alleen maar dikke negers met een zonneklep. Maar nu stond er echt een leuk meisje waar je denkt, waarom werkt zij hier? En Cas zit al te eten, zit al aan een tafeltje en ik zeg er zo achteraan nog, achter de bestelling aan, zeg ik zo tegen haar. En heeft u misschien een groenteburger? Die zit niet meer in ons isurta, in ons asurt, die zit niet meer in ons oesart, die hebben we niet meer. Oh, nou, ik eet geen vlees, wat kun je mij dan adviseren? En dat meisje zegt, je kunt een Caesar salad nemen zonder kip. Ik zei, prima, ik vertrouw jou, doe mij maar een Caesar salad zonder kip. Pas, €4,75 wordt aangeslagen op de kassa. Ik loop weg met een plastic bakje, ik ga naast de kas zitten. Ik doe dat bakje open en in dat bakje ligt wat sla, een cherrytomaatje, 2 schijfjes komkommer, 2 schijfjes wortel, wat croutons en een dressing. Ik denk €4,75 is behoorlijk betaald voor dat wat ik nu hier in mijn bakje heb liggen. Sterker nog, het meeste van dat geld was natuurlijk bedoeld voor de stuk kip dat er niet op ligt. Kijk, dat een stuk kip er niet op ligt vind ik prima. Dat ik er wel voor heb betaald, daar heb ik principieel een bezwaar tegen, want ik wil niet bijdragen aan de bio-industrie. Maar nu heb ik de kip wel betaald en niet gekregen. Sterker nog, zij hebben dat stuk kip nu nog steeds. Zij kunnen dat stuk kip dus nu nog een keer verkopen. Zij maken dubbel winst op dat stuk kip dat ik niet hoef. Ik bereik nu met mijn actie het tegenovergestelde van wat ik wil bereiken. Denk nou, dan ga ik eens even uitleggen aan dat meisje. Hoi, hoi. Zeg, zou je een stukje kip misschien terug kunnen slaan op de kassa? Want ik wil principieel niet bijdragen aan de bio-industrie. Er zit alleen maar een knop op de kassa, Caesar salad, met kip. Ja, dat snap ik wel. Maar nu heb ik de kip wel betaald en niet gekregen. Dat is toch vreemd? En zij zei, nou, ik weet niet of dat vreemd vindt. Ik zei, nou, jouw manager weet het vast wel. Ha, dus manager erbij laten halen. Dikke neger met een zonneklep. Dave, de manager. En aan Dave kon je zien dat ze bij de McDonald's hele goede doorgroeimogelijkheden hebben. Ik zei, luister eens, Dave, ik heb de kip nu wel betaald en niet gekregen. Dat is toch vreemd, Dave? En Dave kijkt me aan en zegt, ja. Ja, maar ja, kijk, als je een cheeseburger bestelt zonder kaas, dan moet je ook gewoon een volledige cheeseburger afrekenen. Ik zei, nou, prima, Dave, om een plakje kaas zal ik ook niet moeilijk gaan doen. Maar stel nou dat ik een cheeseburger bestel zonder burger, hè? Zonder hoofdingrediënt, dan heb ik eigenlijk alleen maar een broodje kaas. Waarop de meisje daarnaast me onderbreekt, we hebben helemaal geen broodjes kaas. Ik denk, ja, nou weet ik waarom jij hier werkt.
Waarom kan zo'n meisje nou zelf niet nadenken? Hoe krijg je zo'n meisje nou zover dat ze zelf gaat nadenken? Volgens mij heel simpel. Volgens mij moet je de dag erop gewoon teruggaan naar dezelfde McDonald's, naar hetzelfde meisje. Dan kom je binnen en dan zeg je zo, hoi, hoi, ik wil graag een Caesar salad zonder kip en zonder tomaat. Pats, €4,75. Dankjewel, je zegt verder niks. Je gaat zitten, eet het op, gaat ernaar weer weg. Dacht op, ga je weer terug. Weer naar hetzelfde meisje. Hoi, hoi, ik wil graag een Caesar salad zonder kip, zonder tomaat en zonder croutons. Pats, €4,75. Dankjewel, je zegt verder niks. Je gaat zitten, eet het op, gaat ernaar weer weg. Dacht op, ga je weer terug. Weer naar hetzelfde meisje. Hoi, hoi, ik wil graag een Caesar salad zonder kip, zonder tomaat, zonder croutons en zonder komkommer. Pats, €4,75. Dankjewel. Je zegt verder niks. Je gaat zitten, eet het op, gaat er naar de weg. Dacht op, ga je weer terug. Weer naar hetzelfde meisje. Hoi, hoi. Er zou een dag moeten komen... dat ook zij denkt... misschien is €4,75 wel heel veel betaald... voor een plastic bakje met 2 schijfjes wortel. Maar, lieve mensen... ik heb dit geprobeerd... Ik zweer het, na 7 dagen, ik kom naar McDonald's binnen. Hoi, hoi, ik wil niks. Pats, €4,75. Je kunt ook zelf nadenken. Ik wil dat mensen gewoon zelf nadenken. Eén tip voor iedereen hier die in de horeca werkt. Voor iedereen hier die in de horeca werkt... Het chocolaatje hoort niet tegen het hete theekopje aan. Je kunt ook zelf nadenken. Lemmingen zijn een rattensoort die leven in Noorwegen. Dit is een film uit 1958 en bekend van lemmingen is... als de groep te groot wordt, het wordt te druk... dan scheidt een deel van de groep zich af. Wij gaan lopen... Weg van de groep. Niet nadenken. Rechtdoor. Doorlopen. Niet nadenken. Rechtdoor. Doorlopen. Niet nadenken. Rechtdoor. Doorlopen. En op een gegeven moment komen die lemmingen in Noorwegen aan bij een klif. En in plaats van dat ze dan denken... Hé, de zee begint hier. Het land houdt op. We moeten terug. Denken die lemmingen dat niet. In plaats daarvan denken die ratten alleen maar... Doorlopen. Niet nadenken. Rechtdoor. Doorlopen. Niet nadenken. Rechtdoor. Doorlopen. En lemmingen duiken met z'n allen massaal... van die klif af in zee. Sterker nog, eenmaal in zee denken die ratten nog steeds niet... We zijn te ver, we moeten terug. Nee, eenmaal in zee denken die ratten nog steeds alleen maar rechtdoor, doorzwemmen. Niet nadenken, rechtdoor, doorzwemmen. Niet nadenken, doorzwemmen. En lemmingen verdrinken met z'n allen massaal 200 meter verderop in zee. Zelfmoord. En ik denk... dat wij mensen af en toe net ratten zijn. En ik zeg niet dat wij met z'n allen massaal de zee inlopen. Dat is natuurlijk een metafoor. Dat is ook niet nodig, hè, want met de opwarming van de aarde... komt de zee vanzelf onze kant op. Maar ik zeg wel dat wij met z'n allen te vaak de massa aan het volgen zijn... zonder zelf na te denken onze eigen ondergang tegemoet. Dieren willen van nature zichzelf voortplanten, zichzelf vermenigvuldigen. Zelfmoord hoort daar helemaal niet bij. Er zijn maar een paar diersoorten op deze wereld die zelfmoord plegen. Eén daarvan zijn lemmingen en één daarvan zijn mensen. Wij lijken best... Ik snap ook niet als ik het in de krant... Drie weken terug, stond er ook weer zo'n berichtje in de krant over zelfmoord. 3 weken terug was er een Palestijn... ook op nu.nl, ik weet niet of mensen het hebben gelezen. Er was een Palestijn die had zichzelf opgeblazen. Maar die was te vroeg ontploft. Ja, die had zichzelf opgeblazen terwijl al zijn terroristenvriendjes er nog omheen stonden. Zelfreinigend vermogen, noemen we dat. Hoe gaat dat? Ja, over een uur, dan ga ik mezelf opblazen, zal ik sterven voor mijn vader. Bam! Dan ga je af. Maar, tuurlijk. En dat je jezelf opblaast voor je vaderland, Allah. Maar ik snap nooit waarom mensen dat soort dingen doen in naam van de Heer. Dat is misschien omdat ik zelf niet geloof. Volgens mij is geloof niet heel veel meer dan een mooi verhaal. En als je erin gelooft, is prima. Maar mij valt het op dat mensen die tijdens hun leven gaan geloven... die zich bekeren, dat ze dat altijd op
bepaalde momenten doen in hun leven. Bijvoorbeeld als ze wanhopig zijn, als ze dingen niet kunnen verklaren, bij geboorte en bij dood. Dat zijn de momenten waarop mensen in hun leven terugvallen op geloof. En geloof is eigenlijk heel simpel te verklaren. Geloof is dat je van iets niet zeker weet of het wel bestaat. Anders had het wel zeker weten genoemd. Hè? Ja. Ja, maar je hoort nooit iemand, ik zeker weet in Jezus. Nee. Geloof is dat je van iets niet zeker weet of het wel bestaat, maar daar vertrouw je dan wel 100% op. Dus die mensen vertrouwen 100% op iets waarvan ze niet zeker weten of het wel bestaat. En dan niet eens consequent. Als het op leven en dood aankomt, leggen gelovigen hun vertrouwen volledig in handen van een of andere god, maar diezelfde gelovigen zetten wel hun fiets op slot. Hoe groot is dan jouw vertrouwen? Laatst was ik in Ommen. Ik sta in een boekwinkel en er komt een jongen achter mij binnen met polio. Lieve mensen in de zaal, ik wist niet dat polio überhaupt nog voorkwam in Nederland. Dat hoeft namelijk helemaal niet. Maar blijkbaar zijn er in Nederland hele regio's waar dat gewoon nog voorkomt. En die jongen komt binnen en je ziet het aan alles. Dat je gewoon, en hij kan dan niks. Je gunt het die jongen zelf niet, dat is het. Gewoon een leuke, spontane jongen van een jaar of 18, denk ik. Met je leuke boskrullen, leuke pretoogjes, cool t-shirt aan. Don't blame me, blame my parents. Geloof is voor mij dan niet heel veel meer dan een EO-jongerendag. Als ik daarnaar kijk, het enige wat je ziet is zo'n voetbalstadion vol met mensen die allemaal net eens te veel op elkaar lijken. Hoe zou dat nou komen? En die zingen dan gezamenlijk liederen voor iets in het midden dat eigenlijk onzichtbaar is. Het is net een voetbalwedstrijd van Feyenoord. Ja. Ja, dat is ook een stadion vol met mensen die allemaal net iets te veel op elkaar lijken. Die zingen ook gezamenlijk liederen. Die hebben kruistochten tegen mensen die iets anders geloven. En hebben ze één ding gemeen. Ze hopen allemaal op een wonder. Voetbal en geloof lijken best wel op elkaar. Alleen zie je in het voetbal dan niet zo heel vaak dat de scheidsrechter iemand van de jeugdselectie misbruikt. Komt dat dus in die kerk toch wel erg makkelijk, hè? Alsof ze er zelf ook helemaal geen problemen mee hebben, hè? Jongetje, hè? Nee joh, kom maar. Jezus stierf ook aan het kruis, kom maar. Ja, ja. Laat de kinderen tot mij komen. Ja. Oh, dacht jij dat je een hostie kreeg? Nee joh, lichaam van Christus. Hop. Daarom hebben die missienaartjes dan zo'n mooie scheiding, hè? Doe maar, jongen, doe maar. Oh, ja. Ik was laatst in Capelle aan de IJssel. En we hebben net gegeten in een restaurant. En we lopen terug richting het theater. En ik kom langs een weg die is afgezet met van die rood-witte linten. En er staat een ambulance bij en een politiewagen. Ik denk, oh, even kijken. En ik loop richting die linten. En meteen staat er een agent voor mijn neus. Doorlopen mensen, er is hier niks te zien. Ik denk, yeah, sure. Dus ik doe nog een stap dichterbij en die agent nog een keer. Doorlopen, er is hier niks te zien. En ik bij de hand als ik ben, ik kijk die agent aan en ik zeg, nou, als er niks te zien is, dan maakt het toch niet uit dat ik even kijk. Hij werd alleen maar nog pissiger. Doorlopen! Dat werkt bij mij niet. Als je tegen mij zegt, er is hier niks te zien, dan wil ik juist kijken. Ze deed het vroeger toch ook met het verstoppertje, weet je. Hij zit niet in de kast, dan wil ik dat zien. Nee, maar zo zitten mensen in elkaar. Dan wil je juist kijken. Een heel simpel voorbeeld. Je hebt hier zo'n witte lijst om het podium heen. Zeg maar. Zo'n witte lijst, die loopt denk ik tot 1,08 meter omhoog. Ongeveer op 1,06 meter op die witte lijst zelf is niks te zien. En toch weet ik zeker dat 70% van de mensen nu al die kant op heeft gekeken. Om te kijken of er daadwerkelijk niks te zien is. Zo zitten wij mensen nou eenmaal in elkaar. Links op het podium is op dit moment niks te zien. En toch weet ik zeker dat 100% van de mensen
nu weet wat er stond. En alle mannen die nu nog steeds ontkennen. Wat ze porno kijken? Luc maandag op school. Guido Weijers, dikke shit, jongen! Je moeder legt het wel uit. Trouwens, wat me dan wel opvalt, hè, ik vraag wie is er onder de 16? Luc steekt zijn hand op. Hoe heet je? Luc, hoe oud ben je? 11. Luc geeft op alles eerlijk antwoord. Terwijl ik hier binnenkom, ik zeg, willen we vandaag allemaal eerlijk zijn? Ja! Wie kijkt wel eens porno? Ik wilde een eerlijke zaal. Nou oké, voor alle mannen in de zaal, ik ga nu nog een vraag stellen. Laat ik het anders zeggen. Mannen, als jullie geen eerlijk antwoord geven, ga ik niet verder met de voorstelling. Dat is duidelijk, hè? Oké. En jullie hoeven niet bang te zijn. Het systeem is heel simpel. Gewoon even handje omhoog, handje omlaag. Ja? Oké. Oké, mannen, komt-ie aan. Wie van de mannen masturbeert er niet? Kijk, dat is een eerlijke zaal. Dank je wel. Ik zie ook echt zo'n vrouw opzij. Kijk zo. Trouwens, mannen, het is ook te laat ook. Jullie hadden gewoon meteen eerlijk antwoord moeten geven. Ik heb gewoon ineens een drang om jullie er gewoon allemaal aan te naaien. Ik ga nu gewoon alle mannen in de zaal tegelijk eraan naaien. Dames, opletten. Geheimpjes! Dames, trouwens, ik kan voor wat ik nu ga doen gelinst worden door alle mannen in de zaal. Lieve vrouw, alle mannen ter wereld krijgen op hun 18e een brief. Geen één vrouw ter wereld weet van het bestaan van die brief. Als je nu opzij kijkt en je man doet, dan liegt hij. In die brief sluiten wij mannen onderling een bloedverbond. En maken wij de afspraak dat we 10 dingen nooit zullen verklappen aan vrouwen. Mannen, geheim 6 gaat eraan. Dames, opletten. Geheimpjes. Dames, check een keer de laptop van je man, vriend, partner. Check die een keer op porno. Maar, dames, check dan niet in mijn documenten het mapje privé. Want daar vind je niks. Nee, dames. Check een keer het mapje financiën. Bingo! Wij mannen, die verstoppen de rotzooi die jullie niet mogen zien op de computer, die verstoppen wij in mapjes. En die mapjes geven dan namen waarvan wij denken, hier kijkt ze nooit. Het liefste zouden die mapjes nog de naam geven, doorloper is hier niets te zien. Dus als er op de laptop van je man of vriend of partner een mapje staat met de titel Grand Prix 1986, dat is hem. 100% zeker. En bij Grand Prix weet je het zeker, want Formule 1 bestaat niet eens. Formule 1 bestaat... Ik zie nu allemaal vrouwen zo... En die mannen daarnaast, oh nee, geheim 2 gaat er ook aan. Grand Prix is niks meer of niks minder dan een dekmantel voor porno. Die auto's rijden niet echt, dat is verzonnen. Ik ga dit uitleggen. Zodat de vrouwen dadelijk denken dat we hier zelf nooit opgekomen zijn. Dames, wanneer wordt Grand Prix uitgezonden? Zondagmiddag. Dat is toevallig, want door de week moeten de meeste mannen werken. Zaterdagochtend willen ze voetballen. Zaterdagavond willen ze stappen. Zondagochtend willen ze uitslapen. Zondagmiddag zijn de meeste mannen tegelijkertijd thuis. Dat is dus statistisch gezien de beste tijd om Grand Prix uit te zenden. Ja? Hoe begint zo'n Grand Prix? Soms is de vrouw ook nog in de kamer. Dan begint die Grand Prix en dan hoor je meteen...
alle vrouwen denken dan meteen... Jeetje zeg, wat een pokkenherrie. Ik ga even de kamer uit. En dan begint op televisie de echte porno. Alleen jullie vrouwen zien dat nooit, want jullie zijn dan altijd al de kamer uit. Ik zie toch nog een paar vrouwen zo van... Mwah. Nou dames, dan kom ik nu met een argument waarmee ik jullie zeker ga overtuigen. Vrouwen, jullie zijn toch niet echt zo dom dat jullie je man of vriend daadwerkelijk geloven als hij tegen je zegt... Ja... Ja, de Grand Prix is vandaag in Australië. Dus ik moet vannacht om 4 uur beneden tv gaan kijken. Nee, natuurlijk niet s'nachts 4 uur. Hij broek op de knieën. Ja, ja. Nee. Grand Prix bestaat niet. Ik wil nu ook gewoon heel even weten wie er bij mij in de zaal zit. Dus ik ga nu een paar vragen stellen waarvoor niemand bang hoeft te zijn. Maar wel even handje omhoog, handje omlaag. Wie van de mensen werkt er hier? Niet hier, maar gewoon... In het algemeen, hè? Oké. Wie werkt er voor een baas? Wie is er zelf baas? Wie spaart er niet, dus ook niet automatisch of ook niet via zijn baas, wie spaart er helemaal niet voor zijn pensioen? In de hele zaal kom ik niet tot 10. Lieve mensen in Bergen op Zoom. 1 op de 4 mensen wordt nooit 65. Rien, gefeliciteerd. En in plaats van klappen kun je er ook eens over nadenken. Ja, 1 op de 4... wordt geen 65, 25% van de mensen spaart zijn hele leven lang voor zijn pensioen en zal er zelf nooit van genieten. 25% van wat er binnenkomt bij verzekeringsmaatschappijen hoeven ze nooit uit te keren, omdat die mensen nooit 65 worden. 25% van de mensen wordt geen 65, 1 op de 4 haalt het niet. Dat zijn hier 700 man in de zaal, 175 mensen hier binnen gaan het niet redden. Rij 1 tot en met 6. Sorry. En nou niet bovenaan denken, oh gelukkig. Hey, ik beslis dat niet, hè. Okay, ik kan ook tellen 1, 2, 3, sorry. 1, 2, 3, sorry. Daar kom ik ook bovenaan. Daar kom ik wel bovenaan uit. Het gaat om het systeem. 1 op de 4 wordt geen 65. En toch zijn we allemaal ons hele leven lang bezig met heel hard werken, zodat we veel geld kunnen verdienen, zodat we later kunnen gaan genieten. 1 op de 5 mensen heeft op dit moment te veel stress op zijn werk. 1 op de 10 zit op dit moment tegen een burn-out aan. Een mens doet er gemiddeld 6 jaar over om daadwerkelijk die burn-out te pakken te hebben. Daarom heb ik gewoon wat tips voor iedereen hier die werkt. Want het kan natuurlijk veel sneller. Hey, waarom zou je er 6 jaar over doen om jezelf te pletter te rennen, terwijl je ook effectief in 2 jaar naar de klote kunt gaan? Even gewoon simpel weer wat vragen en ik kan zelf op alles ja antwoorden, dus schaam je niet. Wie checkt er thuis wel eens de mail van zijn werk? Kom maar. Wie checkt er thuis wel eens de mail van zijn... Heel goed. Blijf dat ook doen, hè? Ik heb een tip voor je als je promotie wil maken. Dan moet je om 11:45 s'avonds je baas nog een mailtje sturen. Zodat jouw baas denkt, zo, die is nog laat voor mij aan het werk. En dan moet je om 6:30 ochtends opstaan. Moet je meteen een mailtje achteraan typen. Heeft u hem nou eindelijk al gelezen? Pof, ambitie. Wie eet er wel eens achter de computer? Ik ook. Wie eet er wel eens achter de computer? Ja.
Tuurlijk. Waarom zou je überhaupt je hartslag laten dalen door even rustig te gaan lunchen? Eén tip, doe de volgende keer 4 keer zoveel suiker in je koffie. Kun je de hele lunch overslaan. En één tip voor alle mannen die werken en kinderen hebben. Onderhoud contact met je kinderen. En deze is een ontzettend open deur, dat weet ik. Maar ik meen het wel. Onderhoud contact met je kinderen. Zorg dat je kinderen minimaal denken... Wie is toch die man die elke zondag even smakelijk eten sms't? En neem de tijd voor je liefje, mannen. Neem de tijd voor je liefje. Zorg er alleen voor dat je baas het niet ziet en dat je vrouw het niet merkt. Wij werken ons hele leven lang, ons helemaal de tering, om later te kunnen genieten. Wij willen namelijk nu geld verdienen, want dan kunnen we spullen kopen, dan kunnen we meer hebben, dan kunnen we meer bezitten. Want we willen meer, sneller, beter, mooier, groter en door. En nu is er in Nederland recessie. En hoe gaan we daarmee om? Spastisch. Waarom? Wij zijn gewend aan meer, mooier, groter, beter, duurder. En iedereen die ooit iets met economie heeft gehad, die weet, economie gaat in golfbewegingen. En nu zitten we even hier, en het gaat vast ook wel weer zo, maar we weten nu niet hoe we daarmee om moeten gaan. En het enige dat ik kan zeggen is, accepteer maar dat het nu wat minder gaat. Je kunt in je leven nou eenmaal niet altijd alleen maar inademen. Je kunt op de fiets niet altijd alleen maar wind mee hebben. Je kunt niet altijd alleen maar droge scheten hebben. Soms zit het mee, soms... Wij accepteren niet meer dat het even wat minder is. Terwijl recessie in Nederland, wij wonen in één van de rijkste landen ter wereld. Ik denk meteen bij recessie in Nederland, zo naast elkaar, denk ik meteen aan Afrika. En daar zitten natuurlijk gewoon 2 5-jarige negertjes gewoon naast elkaar. En wat zeggen zij tegen elkaar? Waar hebben zij het over? In de brandende hitte de hele dag. Zij zitten natuurlijk... Iedereen kent die beelden wel, weet je? Van die vliegjes rond hun ogen en van die hongerbuikjes. En wat zeggen zij tegen elkaar? Ik denk dat, zij moeten toch ook denken van... Heb je het gehoord van die recessie in Nederland? Ja, erg, hè? Ja, weet je wat het is? We kunnen ze wel blijven helpen, maar ja, hey, ze moeten toch ook een keer zelf leren. En wij in Nederland, wij willen alleen maar meer, sneller, beter, mooier, groter, meer. En bergensom, misschien ben ik zelf nog wel de grootste sukkel uit de hele zaal ook. Want ik doe ook mee in deze rat race. Ik zit er zelf ook middenin. Ik wil ook alleen maar meer, groter, beter, mooier. 10 jaar geleden stond ik in alle kroegen en alle jongerencentra van Nederland... om misschien wel een keer op een podium te kunnen staan. En dan gaat dat goed. En dan denk ik, oh, dan misschien mag ik daarna nog naar de kleine theater gaan. Naar de kleine theater. Oh, misschien lukt het als de volgende keer uitverkocht zijn. Is het een keer erop uitverkocht? Oh, misschien zo lukt het als het nou naar een grote theater komt. Een keer erop ga je naar een grote theater. Misschien is het leuk als de grote theaters ook uitverkocht raken. Raak ik ook uitverkocht? Misschien is het wel leuk als ik een keer een DVD ga maken. Of misschien nog één, of nog één, of nog één. Misschien zou het leuk zijn, het allerhoogste waren om een oudejaarsconferentie te maken. Oh, daar heb ik ook al meerdere gemaakt. Maar misschien zou het nou leuk zijn om nog weer. En nu, 10 jaar later, werken op zo'n. Nu is het altijd overal uitverkocht. En nu. Nou, lach maar. Ik zit ermee. Nee, eerlijk, ik ben er hartstikke dankbaar voor. Maar wat nu? Tuurlijk, ik kan nu geen ook. Als het hier al uitverkocht en overal uitverkocht, misschien moet ik wel de Ahoy afhuren. Of de Amsterdam Arena. Of misschien moet ik wel nog groter. Of misschien moet ik wel dingen in het Duits gaan vertalen. Want daar is de markt nog veel groter. Of in België, dat kennen ze me nog niet. Of misschien moet ik wel mijn DVD's in het Engels gaan vertalen. Want daar is ook nog een hele grote afstand. Berg op Zoom, volgens mij, is mijn sleutel tot geluk nu niet alleen maar sneller en sneller en sneller gaan rennen. Volgens mij is mijn sleutel tot geluk nu gewoon... stilstaan. Niet denken aan morgen, harder, meer, sneller, beter. Nee. Alleen maar vanavond, nu, Bergen op Zoom. Wauw. Om mezelf tegen een burn-out te beschermen, doe ik elke avond 10 minuten lang helemaal niks. En gewoon gordijnen dicht. Telefoon uit.
Grand Prix aan. Nee. Nee. Gordijnen dicht. Telefoon uit. TV uit. 10 minuten lang stilte. 10 minuten lang zitten. Met een mooi glas rode wijn. En 10 minuten lang alleen maar denken. Ben ik blij met wat ik vandaag deed? Ben ik blij met wat ik morgen ga doen? En als het antwoord ja is, dan kan ik 10 minuten lang genieten van een mooi glas rode wijn. En als het antwoord nee is, dan kan ik 10 minuten lang denken, nou, wat zal ik er eens aan gaan doen? En dan kan ik dan de dag erop meteen gaan uitvoeren, of niet. Dat is helemaal aan mezelf. Gewoon elke dag 10 minuten lang in stilte denken, ben ik blij met wat ik doe? Nou, mensen nemen tegenwoordig niet meer de tijd voor stilte. Vroeger zaten we misschien allemaal wel eens een keer een uur per week ergens in een kerk in stilte te overpeinzen, waar we nou eigenlijk in godsnaam mee bezig waren. Maar ja, tegenwoordig, de wetenschap vertelt ons heel veel. We hebben geen vragen meer, dus mensen hebben steeds minder reden om te geloven. Wij nemen nooit meer de tijd voor stilte. Het is ook, als je nou, wij zijn allergisch geworden voor stilte. Het is nergens meer stil. Je moet eens opletten. Wij zijn als mensen allergisch geworden voor stilte. Als je in de zomer in de tuin bij vrienden zit, het is nergens meer stil. Ik heb deze zomer geprobeerd. Waar je ook zit in Nederland, het is nergens meer stil. Je hoort altijd, hoor je in de verte, hoor je ergens wel zo'n klinklong. Weet je het? Klinklong, klinklong. Van die bamboestaafjes met zo'n touwtje. Klinklong, 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 klinklong. En die hangen altijd bij je buren. Zitten er je buren in de zaal? Daar hangen ze. Ja. En mijn buurman die vindt het ding prachtig. Maar ik lig dus de hele nacht te luisteren naar klunk, 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 klunk. Kijk, mijn buurman vindt het ding prachtig, want mijn buurman slaapt aan de voorkant. Maar ik lig dus de hele nacht te luisteren naar klunk, 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 klunk. Want ik ben een man. Ja, want ik ben een man, ja. Nou, dus ik kan of slapen of luisteren naar klinkklonk, 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 maar niet allebei tegelijk. Vrouwen, wij kunnen multitasken. Nee, niet klappen, want het is helemaal niet waar. Vrouwen kunnen niet multitasken. Vrouwen zeggen dat ze kunnen multitasken, dat is heel iets anders. En waarom zeggen vrouwen dat ze kunnen multitasken? Om ook maar wat te zeggen. Nou, vrouwen zeggen altijd heel serieus, oh, wij kunnen en de was strijken en een rapport voor onze baas uitwerken tot 3 cijfers achter de komma nauwkeurig. En As the World Turns volgen op televisie en de auto's tellen die buiten voorbij komen. En een gesprek voeren met onze beste vriendin aan de telefoon. Allemaal tegelijkertijd zonder fouten te maken. Bullshit, vrouwen kunnen niet multitasken. Mannen, opletten. Geheimpjes. Mannen. Ik zit wel eens in de auto naast een vrouw en dan rijdt zij. Nooit doen! Maar daar gaat het niet om. Laatst, wij rijden een parkeerplaats op. Die slagboom gaat open. We rijden erop en zij ziet een leeg parkeerplaats. Even in parkeren. Fop, radio zachter. Ik vroeg. Waarom zet jij de radio zachter? Ik moet me toch even concentreren. Vrouwen zetten de radio zachter als ze moeten inparkeren. 80% van alle vrouwen zijn wel eens hun woonwijk ingereden. Dachten ze, hey, ik moet hier helemaal niet zijn. Ik ben verdwaald. Ik moet ergens anders naartoe. Fop, radio zachter. Kijk, wij mannen. Wij kunnen gewoon met 160 km per uur ergens een vrachtwagen inhalen en tegelijkertijd een banaantje pellen, sms'jes versturen, cd'tjes uitzoeken en het allemaal met de radio op 100. Wij mannen, wij kunnen multitasken! Er heeft nog nooit een vrouw op de maan gestaan. Haha!
is goed, hè, mannen. Mannen, als je ooit in een discussie komt met een vrouw, en je zit ineens gewoon muurvast, dan moet je gewoon ineens uit het niets roepen van... Ja, maar er heeft nog nooit een vrouw op de maan gestaan. Haha, werkt altijd. Het lijkt me wel mooi, de eerste vrouw, de foto van de eerste vrouw op de maan. Lijkt me prachtig. Waarom? Alle vrouwen ter wereld hebben één ding gemeen. Alle vrouwen, als ze ergens naartoe gaan waar heel veel mensen zijn, bijvoorbeeld een evenement zoals dit, of überhaupt als ze gaan shoppen, dat andere mensen kunnen, of met vriendinnen, of eigenlijk überhaupt zodra vrouwen hun huis uitgaan, denken alle vrouwen tegelijk hetzelfde. Alle vrouwen denken dan... Iedereen kijkt naar mij. Ik moet er wel een beetje leuk uitzien. Dus alle vrouwen, als ze naar buiten gaan, doen even wat extra moeite. Even extra lippenstiftje, extra oogschaduwtje. En daar zijn wij mannen heel erg blij mee. Vrouwen, jullie zien er mooi uit. Dank je wel. Maar de eerste vrouw op de maan, die denkt er natuurlijk ook. Die denkt natuurlijk ook van... De hele wereld kijkt nu. Ik moet er wel een beetje leuk uitzien. Dus de foto van de eerste vrouw op de maan, volgens mij is hij dan zo'n groot wit astronautenpak met zo'n grote bronskleurige helm erop met zo'n kapotgedrukte lippenstift. Pok! Ik moet er wel een beetje leuk uitzien. Pok! De eerste vrouw op de maan, volgens mij gaat dat zo. Met zo'n trapje en dan zo... Zo... It's one small step. For women, one giant leap, for womankind. Weegstaal. Annelies. Annelies is de vrouw waar ik 3,5 jaar geleden bij me weggestuurd. En... Maar sinds kort hebben we weer contact. Eerst via Hives en via Facebook, maar nu ook met sms. En nu had ik haar een berichtje gestuurd of ze mee een drankje ging doen. Maar het enige wat ze terugstuurt is... lijkt me heel leuk, maar niet echt verstandig. Ik kan daar helemaal niks mee. Stel nou dat jouw overtuiging is. Dat je alleen nog maar dingen gaat doen die verstandig zijn. En dan? Stel nou dat ik dat ga doen. Dan over 60 jaar ben ik dood, ligt er ergens een marmeren plaat op mijn buik. En er staat dan op, hier rust Guido Weijers. Hij was altijd verstandig. Dat wil ik helemaal niet. Op mijn graf moet staan, hier rust Guido Weijers. Hij was niet altijd verstandig, maar hij had wel een topleven. Of ze moeten erop zetten, doorlopen er is hier niets te zien. Ik denk dat mensen dan langer blijven kijken. Maar wat heb ik daar nou aan om alleen maar verstandig te zijn? Ik wil alleen nog maar leuke dingen doen. Ik wil alleen nog maar leuke dingen doen. Dus mocht je nou vanavond als vrouw in de zaal zitten en denken... Nou, ik ben wel een leuk ding. Dan wil ik je wel doen. Nee, Guido, je moet nu sparen en dan kun je later gaan genieten. Nee! Nee, geluk moet je nu pakken. Nu. Geluk. Geluk kun je niet bewaren tot morgen. Het kan wel, maar... Om me dan nog door te slikken. De mens.
De mens leefde 10.000 jaren lang zonder mobiele telefoon, zonder internet, zonder elektriciteit, zonder computers. En dat ging prima. Het enige dat wij 10.000 jaren lang deden was een beetje in de zon zitten. Een beetje eten verzamelen, de opwarmen op een vuurtje, een beetje slapen. En tegenwoordig hebben we daar een term voor. Vakantie. Wij werken 48 weken per jaar om 4 weken lang te genieten. We werken 48 weken per jaar zodat we meer geld hebben, zodat we meer spullen kunnen kopen, zodat we meer hebben. En als je nou daadwerkelijk in je fotoalbum gaat kijken wanneer je echt gelukkig was, dan was het meestal op die momenten dat je maar één koffer bij je had. Of zijn er hier heel veel mensen met fotoalbums vol met foto's van hun werk? Nee, hè? Ik ben de enige, denk ik. Ja. Maar ook ik... Nee, ook ik wil wel eens gewoon rust. Even niks. Jongen, na zo'n oudejaarsconferentie, 1 januari, ik ben back off. Naar de klote. En wat doe ik dan? Dan boek ik even een reisje. Even 2 weken lang chillen. Afgelopen jaar Egypte. 2 weken lang rust. In zo'n all-inclusive. En dat hoef ik niet echt uit te leggen, hè. Schapen hebben zo'n geel orenmerk in. Ik kreeg een geel bandje om. Maar voor de rest was het precies hetzelfde. Wij door het hele hotel. Oh, tussen 8 en 10 kun je daar gratis ontbijten. Oh, Oh, tussen 10 en 12 kun je daar gratis drankjes drinken. Oh, Er liep nog net niemand voor ons met zo'n fluitje. Piep. Deze kant op, raté. En ik wist zelf ook al dat ik de verkeerde reis geboekt had. Dat wist ik al bij het instappen van het vliegtuig. Ik zit in het vliegtuig, wij stijgen op en meteen... Ik haat clichés. Meteen 4, 5 mensen om me heen. Nou, toch een wonder, hè? Dat zo'n zwaar ding toch de lucht in kan. Het is er geen wonder. Dat gebeurt miljoenen keren per jaar. En het is gewoon te verklaren. Het is natuurkunde. En we zijn geland. En dan sta je in Egypte meteen op zo'n trapje in de buitenlucht. Dus niet zoals in Schiphol, dus een slurf. Nee, op zo'n trapje in de buitenlucht. En meteen hoor ik weer 4, 5 mensen zo. Nou, ongelooflijk, hè? 6 uur geleden vroor het nog 8 graden. En nu is het ineens plus 23. Nou, ongelooflijk. Dat is helemaal niet ongelooflijk. Het heeft te maken met tijd, afstand en snelheid. Wij doen alsof alles een wonder is. Moet je eens opletten, lieve mensen. Als je nou een keer een spelletje aan het doen bent met goede vrienden van je, moet je eens opletten wat er gebeurt als één van je beste vrienden 3 keer achter elkaar 6 gooit. Een wonder. Nou, ik ga nu nog een keer gooien, maar de kans dat het nu 6 wordt, die is wel heel klein. Nee. Nee, de kans dat jij die dobbelsteen gooit en dat het toevallig 6 wordt, is exact even groot als de kans dat jij de eerste keer een dobbelsteen gooit en dat het toevallig 6 wordt. Die kans is namelijk altijd 50%. Of je gooit wel 6 of niet. Zo simpel is het. Wij doen alsof alles een wonder is. Kijk, die piramides in Egypte, dat is een wonder. Dat is namelijk zeldzaam en nog nooit door iemand, ook niet door de wetenschap, verklaard. Dat is een wonder. En ik wilde meteen die piramides gaan zien, want je bent maar 1 keer in Egypte. Dus ik heb meteen, op dag 1 heb ik zo'n een excursie geboekt bij zo'n bij een archeoloog. En je mocht je niet om lachen. En die... Kid. Nee, het was trouwens goed. Ja, ik had hem ook geboekt bij een choreograaf. Dat zou echt heel slecht zijn. Zo 40 graden, zo'n man met van die roze beenwarmers. Zo. Nou, dit zijn de mummies. Ik heb daar een excursie geboekt bij zo'n archeoloog. En die archeoloog die zegt ze van, nou, dit zijn de mummies. Ze zijn meer dan 5000 jaar oud en hij vertelde al die rituelen erbij. En dit hier zijn de skeletten.
Dit zijn de mannelijke skeletten, dit zijn de vrouwelijke skeletten, meer dan 4000 jaar oud. Dan als we hier verder lopen, ho, meneer de archeoloog, kom eens terug. Jij kan dus zien of iets een mannelijk of een vrouwelijk skelet is bij een skelet van meer dan 4000 jaar oud. Hoe kun jij zien van een skelet van 4000 jaar oud of iets een mannelijk of een vrouwelijk skelet is? En zijn dat dus heel simpel. Dat kunnen we zien bij de schedels, bij de aanhechting van de kaken. Bij de vrouwen zijn die versleten. Leek mij heel plausibel. En trouwens, wie heeft er hier thuis zo'n klinklong, klingelong ding thuis? Ja? Ik vergeef jullie. Maar er zijn hier ook mensen in de zaal tegen wie ik zou willen zeggen, overweeg eens zelfmoord. En dat klinkt niet sympathiek en daarom zal ik u even uitleggen waarom ik dit zeg. Ik weet zeker, 700 man, dat er hier een paar mensen zijn die ooit op vakantie zijn geweest in Italië. In Pisa. En ik weet zeker dat die mensen op dit moment in een fotoalbum een foto hebben met op de achtergrond de toren van Pisa en op de voorgrond zichzelf. Bam! En hoe kom ik op dit idee? Dat is nog het meest sneuwe van allemaal. Hoe kom ik op dit idee? Ik ben dus mijn foto's van Egypte aan het terugbladeren op mijn laptopje. En ineens komt er zo'n foto van mezelf voorbij voor die piramide. Nee, Guido. Zo wil jij helemaal niet zijn. Maar ja, die archeoloog, die gids, die had gezegd, come on, everybody, on the picture. It's nice for at home. It's nice for at home. Dus onze hele groep, meh. Ook ik hoor af en toe gewoon bij de kudde, ja. Ook ik hoor af en toe gewoon bij de groep. De mooiste ratten om bij te horen, is vak G in het NAC-stadion. Vak G is de harde kern van NAC. Wat? Nee, ik kan daar niet vaak zitten, want ik speel altijd op zaterdagavond en dan spelen zij ook. Maar heel soms, dan mag ik er ook zitten. Laatst was een keer, speelden we tegen Feyenoord. En vak G zit naast het uitvak. En ik hoorde in dat uitvak, hoor ik zo Rotterdammer zo... Feyenoord kampioen, tra-la-la-la-la. Feyenoord kampioen. Tra-la-la-la-la. Dat is helemaal aan het begin van het seizoen, natuurlijk, hè. Maar niemand zong mee. Super gênant. Dus ik sta daar met al mijn vrienden in dat volle NAC-vak en ik zet zo in zo... Zing eens eentje! Zing eens eentje! Hij staat te zingen in zijn eentje! Eentje... Hallo? Ik denk dat domme mensen vaker een tattoo hebben. Ik zeg niet dat mensen met een tattoo vaker dom zijn. Als je een tattoo hebt en je dacht dat ik dat zei. Ja. Nee. Ik zeg dat ik denk dat domme mensen gemiddeld vaker een tattoo hebben. Al was het maar om de namen van hun kinderen überhaupt te kunnen onthouden. Ik denk dat er daadwerkelijk in Nederland mannen zijn die om 6:30 s'avonds zo hun mouw opstropen. Dan zo richting de trappen gaat lopen en dan roepen zo... Kimberly! Priscilla! Eten! Eten! Staat er ook bij. Eten! Eten! En dat Priscilla dan zo terug roept zo... Ik kom eraan! Want ik denk dat Priscilla namelijk ook allemaal tatoeages heeft gekregen van haar ouders. Simpelweg maar te beschermen. Om in bepaalde situaties aan bepaalde dingen te denken. Ik denk bijvoorbeeld dat Priscilla zo op haar knieën heeft laten tatoeëren. Zo, wel condoom gebruiken. Oh. Of op haar handen zo. Niet in je kont. Leg dat maar eens uit tijdens je sollicitatiegesprek. I'm Dave. Luc was het, hè? Luc.
Luc, heel lang geleden was ik net zo oud als jij. Toen ik net zo oud als jij was, ging ik altijd buiten met vrienden, voetballen, op gras. Maar dat is echt heel lang geleden. En want na mij kwam de generatie die geboren werd toen de computer al bestond. Dus de generatie na mij, die werd allemaal te dik, te vet en te vatsig. Want die bleef de hele dag binnen zitten, alleen maar op hun bureaustoel achter een computer, computerspelletjes spelen. Maar jij hebt geluk. Jij hebt geluk, Luc. Want nu zijn er computers uitgevonden waarvan je niet te dik, te vet en te vatsig wordt. De Wii. Ja. Jij kunt nu voetballen, boksen, bowlen, tennissen. Dat kun je nu gewoon allemaal gewoon binnen doen in je eentje. Luc, wat ik eigenlijk wil zeggen is, een voetbal is veel goedkoper dan een Wii. En voetballen kun je buiten doen, met vrienden. We doen steeds meer dingen alleen en binnen. En ik zelf ook, ik betrap me er zelf ook op. Laatst stond ik in een fitnesscentrum. En ik zie mezelf er staan op zo'n loopband. Nee. En op het moment dat ik daar sta, denk ik eigenlijk ook, waarom sta ik nou binnen op een loopband in de spiegel te kijken, terwijl ik ook gewoon buiten kan gaan hardlopen? En dan is het bij mij nog een eigen keuze. Er zijn ook mensen die hebben niet eens een eigen keuze. Die staan misschien niet de hele dag op een loopband, maar die staan dan de hele dag een beetje achter een lopende band. Een beetje kippen uit elkaar te trekken. Ik trek ook wel eens een kippetje uit elkaar, maar dat is een heel ander verhaal. Nee, maar ik zie om mij heen steeds meer mensen die kiezen voor de weg van de minste weerstand. Wij werken 48 weken per jaar om 4 weken lang te genieten. Wij werken ons 65ste om daarna met pensioen te gaan, terwijl 1 op de 4 mensen nooit de 65 haalt. Hajo, ga maar werken. Dan kom je vast sneller bij je doel. Ga maar harder rennen. Dan word je vast eerder gelukkig. Maar ja, zo werkt het natuurlijk helemaal niet. Want hoe sneller jij gaat rennen, hoe sneller die loopband ook gaat rollen. Hoe harder jij gaat werken, hoe harder alles om je heen mee gaat draaien. Eigenlijk zijn we net ratten. Doorlopen, mensen! Ga maar trouwen! Dat is niet biologisch, maar wel maatschappelijk geaccepteerd. Kniel maar met z'n allen naar een of andere god. Dan hoef je zelf niet na te denken. Hallo, ga maar werken. Volg de massa. Duik de file in. Doorlopen. Doorlopen. Kijk, je kunt doen wat je leuk vindt. Dan verdien je geen geld mee. Je kunt wel leven met de knoppen op 10. Daar word je niet rijk van. Yeah.
mensen. Mensen zijn tegenwoordig allergisch voor stilte. Lieve God, ik geloof niet in u. En daar heeft u het zelf een beetje naar gemaakt. Als ik om me heen kijk en mijn oma verliest haar geheugen. Amerika valt Irak nog steeds lastig om olie. In Afrika hebben ze nog steeds honger. In Haiti beeft de aarde. De toppers zijn weer bij elkaar. God, misschien wordt het dus tijd dat u bij mij komt biechten. U creëert een aarde in 6 dagen. Uw zoon loopt over water. Maar een beetje hebzucht wegnemen of wapens laten zwijgen is er niet bij. Zelfs mensen hun gevoel laten volgen in plaats van hun verstand. Het is blijkbaar moeilijker dan gedacht. Sinds dat ik haar heb gevraagd of ze mee een drankje gaat doen, heeft mijn droomvrouw alleen maar terug ge-sms'd. Lijkt me niet echt verstandig. God, ik geloof niet in u. En dat heeft u het zelf een beetje naar gemaakt. Ik ben atheïst. Geloof ik. Volgens mij is geloof niet heel veel meer dan een mooi verhaal. En als je erin gelooft, prima. Trouwens, het mooie verhaal achter geloof weten mensen ook niet meer, toch? Het verhaal achter geloof zijn mensen toch ook al lang vergeten? Pasen. Pasen, iets met eieren. De mensen zijn tegenwoordig de kern van geloof vergeten. Mensen weten helemaal niet meer dat Pasen bijvoorbeeld in essentie natuurlijk gewoon draait om de wederopstanding van de paashaas. Goede Vrijdag. Jezus leidt aan het kruis. Nou, ik leid ook wel eens aan het kruis, maar bij mij toch gewoon chlamydia. Lijkt me niet verstandig. Wijntje? Alsjeblieft. Want dit is mijn bloed. Het bloed van het verbond, voor u vergoten. Nou heb jij het ook. Lieve mensen, 8 jaar geleden werd ik gebeld door Theater Pepijn in Den Haag.
is een van de kleinste theatertjes van Nederland. En in het begin speelde ik daar heel vaak. Super lief theatertje. En ze belde mij: Guido, komende vrijdag staat er hier een bedrijf en het zoekt eigenlijk nog met spoed een kwartiertje cabaret. Kun jij? En ik kijk in mijn agenda. Ik zei: vrijdag ben ik vrij. Dus ik kan. Ik zal er zijn. Hoeveel krijg ik ervoor? €150. Ik zei: prima. Deal. Eén dag later word ik gebeld door het Chassé Theater in Breda. Mark-Marie Huijbergs was ziek. Toen al. En de... dat heb ik nooit gezegd. Nee. Echt niet. Echt niet. Jawel. Nee. Mark-Marie was ziek. Guido, kun je invallen in de grote zaal voor 1400 man voor de volle hoofdprijs? Dus goed, wanneer? Komende vrijdag. Dan heb je een dilemma. Weet je, je hebt ja gezegd tegen iets, daar was je super blij mee. En ineens komen er vele mooiere kansen voorbij. Het is net trouwen. Je zegt vol overtuiging ja tegen iets, maar ineens komen er vele mooiere aanbiedingen voorbij. En jij wordt elke ochtend gewoon weer wakker naast €150. Ik heb niks tegen vrouwen, maar trouwen... Weet je, trouwen is een beetje diegene waarvan je op deze wereld het allermeeste houdt, de meeste vrijheid ontnemen. En als je mij wil vangen, moet je me vrij laten. Begrijp me niet verkeerd. Ik vind, als iedereen mag trouwen, maar doe het dan wel goed. Doe het dan niet uit gewoonte. Mannen, als jij vandaag, dan vind ik het wel goed. Als jij vandaag je droomvrouw tegenkomt, maar echt, echt je droomvrouw. Jouw Audi A6. Huh? Jouw droom. Mannen, verliefd op worden, versieren, mee trouwen, nooit meer laten gaan en gelukkig zijn. Doen. Maar ik denk dat heel veel mannen gewoon trouwen, ja, uit gewoonte. Dit was in onze relatie de eerst logische volgende stap. Die mannen zijn ooit in hun leven per ongeluk opgebotst, plof, tegen een Kia. En toen hebben ze gedacht, nou ja, deze rijdt prima. En daar trouwen ze dan maar mee. Terwijl die Kia op dat moment gaat zeggen dat die man nooit meer in geen enkele andere auto ooit nog een proefrit mag maken. Terwijl waarom zegt zo'n Kia dat? Terwijl die Kia zelf ook weet dat zij binnen 6 jaar volledig is afgeschreven. Kom, laten we eerlijk zijn. Het enige dat je dan nog doet is 1 keer per jaar een beurt geven. Ik heb het tegen trouwen, hè? Niks tegen vrouwen. Trouwen wel, maar vrouwen vind ik prachtig. Annelies, 3,5 jaar terug. Er was alleen 1 ding jammer aan Annelies. Annelies vond me altijd nogal ongeïnteresseerd. En op een dag, we zitten te eten, eigenlijk net zoals elke andere dag. Alleen die dag had zij examen gehad van iets. Nou. Boeien. Maar ineens, tijdens het eten, gaat het bestek omlaag. Klonk. Guido! Ja. Vergeet jij niet iets? Nou, de vuilnis staat buiten. De curry staat op tafel. Geen idee. Geen idee? Mijn examen! Ik zei, oh, jeetje, natuurlijk je examen. Nou, hoe ging het vandaag? Ja, nou hoeven niet meer! Kom op, ben niet zo kinderachtig. Ik zeg nou heel even hoe het ging. Nee, Guido, je bent ook altijd zo ongeïnteresseerd. Ik zei, oké, sorry, ik ben een bottenlul. Ik ben ongeïnteresseerd. Ik had jezelf moeten denken. Sorry, sorry, sorry. Mag ik de curry even? En mannen zijn heel goed in metselen. Maar vrouwen kunnen binnen 1/10 seconde, boem, een muur bouwen. Maar mannen, elke vrouw heeft een knopje. Als je daarop drukt, dan gaat die muur weer ineens helemaal omlaag. Knopjes moeilijk te vinden, maar ze hebben het wel. Mannen, als een vrouw, boem, die muur opzet, moet je binnen 1 seconde beginnen. Over de inrichting van het huis. Dat werkt. Ik zeg, Annelies, mag ik de curry even? Boem! Zullen wij morgen de zijmuur in de keuken eens groen verven? Zodat jij die fotolijstjes van de blokker, waar die foto's van jouw vriendinnen in zitten, zodat die daar mooi weg kan hangen, dat je altijd gezellig in de keuken samen met je vriendinnen bent en dat het mooi kleurt bij de muur. En ik zie Annelies, ik zeg, oh nee mannetje, denk maar niet dat je daar... Oh nee mannetje, dan ga ik echt niet... Oké, yes!
Het is helemaal top, dan gaan we dat morgen regelen. Gaan we morgen verf halen. Gaan we morgen naar de Gamma. En zij zei, nou, we kunnen morgen ook naar de Gamma gaan. Ik zei, dat zeg ik. Gamma. Nou, wacht erop. Wij richting de Gamma. En lieve mensen in Bergen op Zoom. Enig idee. Hoeveel verschillende kleuren groene verf ze hebben bij de Gamma. En Annelies kon niet zo goed kiezen. Wij lopen richting dat rek en ik zie bij haar al meteen die angst in haar ogen. En die kortsluiting in haar hoofd. Ik zei, zal ik even vragen of ze de muziek hier wat zachter willen zijn? En trouwens, je moet het toch buiten zien, hè? Want hier onder TL ligt, kun je niet echt precies besluiten wat... Alsof je de keuken aan de buitenkant gaat... Lieve Annelies, zoek jij even groene verf uit, dan loop ik ondertussen even een rondje. Dus ik ondertussen even naar de kapper geweest. Een zonnebankje gepakt. Een proefrit gemaakt in een nieuwe Audi A6. En na een uur kom ik terug en zij staat nog exact hetzelfde. Nou, als iets hapert, dan moet je er een klap op geven. Zo, ik vind deze twee wel leuk. Ja, die zijn ook leuk. Maar dat is blauw. Nee, dat is groen. Nee, dat is blauw. Nee, dat is groen. Oké, we noemen het groen. Maar als dat groen is, dan is onze bank in de kamer oranje. Nee, die is rood. Nee. Dan is onze bank in de kamer oranje. Nee, die is rood. Ik denk, nu moet ik het fokken. Nu zit zij namelijk rood, groen, oranje, blauw. Ik zei, weet je wat we ook kunnen doen? We kunnen ook de muur in de kamer achter de rode bank die kleur verven. En zij zo... Nee... Nee, want rood en turquoise vloekt. Dus het is geen groen. Nee, maar ook geen blauw. Turquoise. Ik zei, prima joh, ik vind alles best. Neem maar mee. En zei ze, nou, welke van de twee vind je het mooist? Joh, die lijken zoveel op elkaar, dat maakt me echt niet uit. Nee, maar kies maar. Ik zei, nee joh, het is jouw keuken. Jij mag kiezen. Nee, maar ik wil dat jij kiest. Nee joh, Guido, je bent ook zo ongeïnteresseerd, hè? Ik wil nu dat jij een keer kiest. Ik zei, oké, die dan. Ja, maar ik vind deze eigenlijk mooier. Nou, dan die andere! Ik stond op het punt om midden bij de Gamma. Echt zo... Pof! Dan lopen mensen, er is hier niks te zien. Ook ik verlies wel eens mijn controle, inderdaad. Daar ben ik niet trots op. Ik ben namelijk een leeuw. Ik ben een control freak. Ik doe mijn hele leven lang mijn best om altijd in control te zijn. En toch denk ik, als er straks, vlak voor mijn dood, nog zo'n filmpje van mijn leven aan me voorbij flitst, dat ik dan juist die momenten terug ga zien waarop ik geen controle had. Op het moment waarop ik ergens vol vertrouwen in iemand anders, maar zonder controle, uit een vliegtuig spring. Op het moment waarop ik ergens met 60 km per uur van een berg afkletter en denk, als ik nu val, breek ik alles wat ik in me heb. Geen controle. Wauw. De eerste keer dronken in Renesse. Geen controle. Ik zal het nooit vergeten. De eerste keer dat mijn vader tegen mij zei, Guido, wil jij voor in de auto zitten, jongen? Ja. Dat zijn de momenten die je leven lang bijblijven. De momenten waarop je geen controle had. De momenten die anders gingen dan jij dacht. 3,5 jaar terug had ik een reunie. En Annelies was ook mee. En toen had ik ook zo'n moment. Ik kwam er allemaal oud vrienden tegen. Hey, kerels, gezellig. Ja, leuk. Guido, ja, biertje. Ja. En ik zet een biertje aan mijn lippen. Meteen zit Annelies naast me. Doe nou niet. Er is alleen één probleem. Als je tegen een control freak zegt, doe nou niet. En hij doet het niet. Heeft zij dus de controle. De enige manier voor mij om de controle weer terug te krijgen, is te zeggen, dat maak ik zelf wel uit. En ik begin daar expres extra hard dat biertje weg te hakken. Zo. En ik begin, hey, proost. Een uur later komt zij weer langs. Doe nou niks. Ik bemoei er even niet mee. Ja, ik sta hier met wat oud-vrienden bij te kletsen. Jij hebt jouw avond, ik heb mijn avond. Ik zie je straks wel. Een uur later weer. Doe nou niks.
niks. Bemoei er even niet mee, ja? Jij hebt jouw avond, ik zie je straks wel. Tot ziens. Uur later weer. Doe niks. Ik heb nog alles onder controle. En een uur later we gaan richting huis en ik had echt een topavond gehad. Maar echt een topavond. We lopen richting huis. Ik had eindelijk met mijn oude vrienden weer eens kunnen bijdrinken. En wij komen thuis en we gaan in bed liggen. En Annelies meteen... En ik zo klink, klonk, 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 klonk. Ook ik ga lekker slapen. Ook ik doe lekker mijn ogen dicht. Nee, Guido, jij doet niet je ogen dicht. Want dan gaat de kamer draaien. Nee, Guido, je focust gewoon op die ene lamp. Je kijkt gewoon recht vooruit. Fuck you. Ja. Je hebt nog alles onder controle. En ineens voel ik van onderuit mijn maag zo'n warme, zure golf omhoog. Plan A gelukt, ze slaapt nog. Wat plan B moest worden, wist ik niet. Maar ik wist wel dat ik plan B meteen moest gaan uitvoeren. Want meteen voelde ik van onderuit mijn maag die tweede warme, zure golf. Weer gelukt. Maar nu voelde ik wel druk op mijn oren. Mijn hart bonkt in mijn voorhoofd. Ik kreeg het heter en heter en heter. En ineens hoort ze naast me. Gaat het? Ja. Gaat prima. Ik heb nog alles onder controle. Ik moet alleen even naar het toilet. Plassen. En iedereen hier in de zaal weet. Als een toilet 1,5 kilometer verderop is... En jij weet dat, dan kan jouw lichaam nog minutenlang alles uitstellen, vanzelf. Maar, als jij weet dat hetzelfde toilet om de hoek zit... kan jouw lichaam niet langer dan alles een paar seconden binnenhouden. Ik moet even naar het toilet. Plassen. En lieve mensen, als je echt flink moet kotsen, komen de hakken van de grond, hè? En de knietjes tegen elkaar. En op een gegeven moment is je maag helemaal leeg gekotst. Maar die antiperistaltische bewegingen, die blijven wel gewoon doorgaan, ken je dat? Op een gegeven moment sta je alleen maar niks te kotsen. Als een soort smiegel. En voor je eigen zelfvertrouwen spuug je er dan maar een beetje achteraan. Ja? En ineens hoor ik zo achter me. Zie je nou wel? Terwijl zij zelf ook helemaal niet tegen alcohol kon. 3 weken later staan we op een feestje. Toen stond zij zelf de hele avond te tetteren. En wij lopen naar huis.
En we zijn bijna thuis in onze stille straat. En uit het niets zei in één keer zo... En toen ging ze thuis ook dansen. Op een stoel. Op een bureaustoel. En bergop, zo om iedereen weet, een bureaustoel die zitting kan draaien. En er zitten wieltjes onder. Doe nou niet, doe nou niet. Let nou op, let nou op. Ik heb nog alles onder controle. En op het moment dat zij zegt... rolt de stoel naar haar uit en zwikt ze met haar voorhoofd plof op de rand van het bureau. Maar die, nee, dat was niet leuk. Nee, dat was echt niet leuk. Die ging echt snoeihard. En pagino! Ik bloed. Ik heb een gat in mijn kop. En ik heb een bult op mijn... Ik heb een blauw oog. Ik schrik, ik zal laat zien, doe die hand weg. Nou, blauw. Turquoise! Ja. Maar je hebt helemaal gelijk, die snee moet gehecht. Dus wij richting de dokter en een uur later kwamen we terug van de huisarts. En toen wist ik weer waarom ik haar zo leuk vond. Toen was zij gewoon weer het verlegen meisje dat wilde schuilen bij de leeuw. Oh, Guido, ik ben zo blij dat je bij me bent. Ik voel me zo duizelig. En toen kwamen we thuis. Oh. Ik ga even op de bank liggen. En toen zei ik ze van... Nee! Dat vloekt! Ga maar in de keuken staan. Bij je vriendinnen. Dat zijn de momenten die het langste bijblijven. De momenten die anders gingen dan dat je had gedacht. De momenten waarop je geen controle hebt. Fysiek heeft een mens op drie momenten geen controle. Tijdens het kotsen. Tijdens het niezen. En bij het klaarkomen. Dat zijn de drie momenten waarop mensen geen controle hebben. En bergop zo, nu wil ik iets met jullie afspreken. De eerstvolgende keer dat er hier een zuipfeest is. Ja? Op elk zuipfeest waar je komt, is er een mannetje dat 2 uur voordat het feest is afgelopen... zichzelf al heeft overschat en even naar buiten moet. Je ziet hem al een beetje zo met zijn witte gezicht, zo, il mannetje meestal zo... en hij probeert te ontsnappen zonder dat iemand het ziet. Maar iedereen weet, hey, die gaat een pizza leggen. De eerstvolgende keer... dat we dat mannetje naar buiten zien lopen, lopen we met hem mee. En hij loopt dan al waarschijnlijk zo richting een berm of richting een boom, zo weerloos. Als een giraf die gaat drinken. Zo. Dan gaan we naast hem staan. En de allereerste seconde dat hij alle controle over zijn lichaam volledig verliest, bij die allereerste warme, zure golven. Omduwen. Ja. Afgesproken. Bergson, de eerstvolgende keer dat je iemand naast je ziet of hoort niezen, slaan. Waarom? Mensen die niezen hebben 1/10 van de seconde geen controle meer. Mensen die niezen kunnen hun ogen niet openhouden, dus ze zien niet wie het doet. Jongens, niet meer. Waarom? Jongens, wie? Waarom? En de laatste is voor de vrouwen. Vrouwen. De eerstvolgende keer dat je man doggy style bij jou bezig is. Oh ja. Oh ja. Ja. Oh. Ja. Oh. Ja. En hij is bijna alle controle over zijn lichaam volledig aan het verliezen. Oh ja. Ja. Oh. Op 3, 2, 1, ja.
Gerard Joling! Gerard Joling! Nee! Lemmingen duiken met z'n allen massaal van die klif af in zee. Zelfmoord. 3 weken geleden hoorde ik dat dit filmpje uit 1958 waarschijnlijk volledig in scène is gezet. Dat lemmingen helemaal niet met z'n allen massaal van die klif af duiken in zee. Maar dat het hele filmpje in scène is gezet. Had ik natuurlijk zelf ook al bedacht. Ja, natuurlijk. Dus die dieren die zelf moet plegen zijn natuurlijk al lang uitgestorven. Behalve de mens. Maar de metafoor blijft bestaan. Ik denk nog steeds dat wij mensen te vaak de massa aan het volgen zijn, zonder zelf na te denken onze eigen ondergang tegemoet. En toch lijken we misschien minder op ratten dan dat we denken. Wij kunnen namelijk denken. Wij hebben een bewustzijn. Wij kunnen zelf, als we op een loopband staan die te snel gaat, dan kunnen wij zelf denken, hé, dit gaat veel te snel, dit ga ik nooit volhouden. Ik stap eraf. Wij kunnen zelf, als we in een systeem zitten dat veel te snel draait, nadenken, hé, ik heb helemaal geen zin om mee te doen aan deze rat race. Ik stap eruit. En dan maakt het niet uit of het filmpje nou waar is of niet. Het is op zijn minst een mooi verhaal. En als je erin gelooft. Weet je, wij mensen willen gewoon graag iets geloven. Misschien wil ik zelf ook wel gewoon graag iets geloven. Wat is er nou mooier dan 100% vertrouwen hebben in iets? Wat is er als kind nou mooier dan geloven in Sinterklaas? Iedereen hier weet dat Sinterklaas niet bestaat. Maar wat... Maar wat is er als kind nou mooier dan geloven dat er 's nachts allemaal donkere mannen je huis binnenkomen en dat die dan cadeautjes komen brengen? Nee, gelovigen zeggen dat God de mens heeft geschapen. Ik denk dat de mens God heeft geschapen. En sommige wetenschappers zeggen dat de mens is ontstaan uit een rat. Lieve mensen, kijk nu maar eens naast je. En bedenk zelf maar eens, onafhankelijk van de kudde, individueel, welke waarheid, welk mooi verhaal jij gelooft. Lijkt me niet echt verstandig. Annelies. Zo. Die. Je. Leuk. Vindt. Bergen op Zoom, dankjewel. Dankjewel. Klap meteen voor iedereen van de techniek. Klap meteen voor technicus Willem Bouwens.
van mij, want dat wordt s'avonds geen hele lopen. Lieve alle mensen, in de wagen, alle camera mensen, mensen licht geluid. Kom, stop de DVD. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Zijn, 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 maar blijven.